alleen het dagelijkse schoolwerk. We begonnen met de repetitie, deden het schoolwerk, eindigden met de repetitie en elke avond een evensong. In het weekend gingen ze ook nog door. Dus op vrijdagmiddag was er dan wel behoefte om één lekker, losse, fijne, niet zo serieuze repetitie te doen. En precies daar schreef Britten deze stukjes voor. Het eerste heet Be Gone, Dull Care. Wees weg, saaie zorgen, ga van mij vandaan, want dat doet niemand goed. Een jonge man wordt grijs van en een oude man gaat onder de klei, staat er letterlijk. De tweede, daar heb ik uw hulp bij nodig. Daar ga ik verder niks over zeggen, dat komt vanzelf. Het gaat over een koekoek. En de laatste heet The Jazz Man. En het gaat over een straatartiest die alles tegelijk doet. 20 verschillende instrumenten in handen en voeten. Werkzaamhedenperiode zijn ook gewoon lastige momenten geweest.
bijvoorbeeld door je rug, knieën, weigeren en lengte. Naast zijn werk voor het onderwijs heeft hij zich natuurlijk altijd ingezet voor onze stad. Hij maakte 18 jaar deel uit van het bestuur van de Directeurvereniging, 1984 tot 2005. Binnen en buiten de vereniging was hij gezichtsbepalend en deed hij vanuit verschillende subfuncties. Voorzitter van de Tocht- en Tacto-commissie, de commissie Haring en Wittenhout en Lutspot van 2001 tot 2005, plaatsvervangend voorzitter van de vereniging. Hij was er nog steeds de archivaris van de vereniging en hij doet en deed meer, veel meer. Je ziet hem altijd overal in de stad, hij is altijd klaar voor een praatje en hij is altijd goed. Hij was voorzitter van het bestuur van de Openbare Bibliotheek Leiden, columnist in Het op Zondag, lid van de jury van 74, een regionale Leidse cultuurprijs, lid van de jury van het Rabobank Wensenfonds, bestuurslid, later lid van de Raad van Toezicht van deze prachtige Pieterskerk, bestuurslid van de Stichting Dodenherdenking en voorzitter van de Historische Vereniging van Leiden. Ten slotte, dames en heren, ik sluit niet uit dat we een paar vergeten zijn. Bestuurslid van de Stichting Lorelei, lokaal. Ik sprak Rens een aantal weken geleden bij de start van de herdenking van het bevrijden. Zijn dochter Martine, volgens mij zit je daar aan de kant. Je zat in het organisatiecomité, dus ik vroeg aan Rens: heb jij je dochter geïnfecteerd? Heb jij nu geïnfecteerd met een soort van virus waardoor je actief wilt zijn voor je omgeving, voor je stad of voor de ander? Toen corrigeerde hij natuurlijk: nee, Frank, dat is niet zo. Ik heb haar niet geïnfecteerd. Het zit gewoon in ons DNA. Het zit in onze genen. Wij vinden het vanzelfsprekend om maatschappelijk betrokken te zijn, om maatschappelijk actief te zijn. Dus het is niet zozeer aangeleerd, maar wel aangeboren. Niet voor niets kreeg Rens in 2005 hij zijn afscheid als bestuurslid van de Directeurvereniging Koninklijke Onderscheiding. En niet voor niets ontving hij, waar we velen van jullie waren bij, in 2014, samen met Erik, ik heb je ook al gezien, een erepenning van onze stad. Was daarbij en ik weet nog goed dat Rens in zijn dankwoord vooral aangaf dat hij voor al die tijd en al die inzet zo enorm veel terugkrijgt uit de stad en zijn omgeving. En dat hij vervolgens in ieder van die zalen opriep om zich zoals hij ook gewoon in te zetten, waarmee je volgens mij ook inspireert, Rens. Ik ben ook naast het wethouder onderwijs ook wethouder sport. Misschien toch even kort. Geen idee van deze idee, zou ik maar niet langs. Misschien zijn ze sportief uitspraken, maar het is altijd wel onderbelicht. Laten we een paar dingen vertellen. Eén is, er is een groot atleet van de gegaan naar huis. Ik heb een anekdote over dat je ongelukkig terecht kwam. Die anekdote had ik nu gekregen bij een feestje bij het zogeheten bokjespringen. Ziekenhuis, pianotoets op de schouder. Pijnlijke ervaring die je voor ervaart na het feest, om het verder niet over te hebben. Tegens was wel dat, ja, dat ik eigenlijk kansloos was vanaf dat moment om te sporten. Allerlei sporten die ik ga overslaan, maar er is nog één sport die ik u wil noemen, die al vaker is gegeven, dat gaat over het zwemmen. En ook daarvoor geldt, dames en heren, ik neem u dan toch maar weer mee terug, ik vind het niet lachen, omdat ze dat wellicht niet weten, in 2004, Koninginnedag, spontaan idee, we gaan iets betekenen voor de Leidse zwemsport. En door zijn initiatief, en dat van Tom Helderhorst, die leidt hier die nieuwe Leidse zwemvereniging, Leidse watersportgrens, laten we de Leidse watersportvereniging zwemmen recht door zee en weer terug. Algemene grondslag. Door zijn voorsprekersrol, zeg ik even
verder de sport is hij sinds die tijd. Initiatiefnemer, oprichter, actief lid, bestuurslid van deze vereniging met die mooie naam, afgekort tot LWSV, ZRDZ, WTO. Dat zeg ik toch op rente. En ook daar, dames en heren, kwamen we elkaar 10 jaar geleden weer tegen. Misschien nemen we 10 jaar geleden waren wat, nou ja, soms wat matineuze, wat vluchtige ontmoetingen in dat zwembad met al die bejaarden. Tussen enerzijds de, nou ja, de huidige wethouders Mort en het toenmalig en nog steeds huidige bestuurslid LWSV ZRDZ WTO. Eén, dames en heren, werkte aan zijn conditie en een strak atletisch lichaam. De ander, kijk, die gleed wat puffend, wat zuchtend, misschien nog wat iets te traag door het water. En ik moet u zeggen, ik had natuurlijk ook daarom ook lid moeten worden. Want u was natuurlijk die jonge atletische van LWSV, ZRDZ, WTO. Ik ga het op een afronding, omdat afgelopen zaterdag zat hier op een mooie plein op een wat ongelukkig stoeltje bij Holland Leiden tussen je familie, tussen je vrienden. Het werd later een hele mooie zwoele nacht met de museumnacht met al die duizenden jonge mensen die onze musea mochten bezoeken. En ik sprak je zaterdag en je was tevreden en je was trots. Aaptrots op je hoogzwangere schoondochter, als ik dat mag zeggen. En ook gewoon klaar voor je afscheid. Dank dat wij allen hier en in de stad enorm veel van je hebben mogen leren. Blijf enerzijds accuraat en nauwgezet, maar blijf ook malotig. Vergeet nooit de betekenis uit te dragen van geweldig onderwijs. Dank dat je zo trots bent op onze mooie stad. Wij zijn ook trots op de betekenis van jouw inzet voor het onderwijs en de betekenis van jouw inzet voor de stad. Dus dankjewel. We weten niet dat we die routine te belonen. We hebben ook al uitgesproken dat weet je, het is al een koninklijk onderscheiding. Het is ook al een, je bent al ereburger van onze stad. Dat was in die zin betekenisvol dat toen wij dat deden. Gaan we weer terug naar dat moment met Erik Filemon. Die was in 2013 ook weer geridderd. En toen was er wel iets raars aan de hand vanaf 2013. Omdat wij vanuit het stadsbestuur, nou ja, wij vonden jullie inzet van eenzelfde, nou, onschatbare waarde en grootte. Daarom kreeg ik toen een erepenning. En niks dan lof, want dat hebben we toen uitvoerig met elkaar gedeeld. Maar het onmerkelijke was wel dat Beatrix in 2005 over Rensselaer werd een andere waardering dan had afgegeven naar Willem-Alexander in 2013 over Erik. Eigenlijk vond iedereen, ja, dat is ingewikkeld, eigenlijk vond iedereen in 2005 al dat Beatrix toen een aantal prestaties over het hoofd had gezien. Zoals bijvoorbeeld die werk in het onderwijs. Van niet alleen de mensen in de omgeving. Toen Willem-Alexander dat hoorde, vond hij dat ook. En dames en heren, hij wilde dat graag rechtzetten. Hij stelde één voorwaarde. Als je nu met je pensioen gaat, dat je eindelijk dus wat meer tijd gaat steken in de stad en aan de commissies, dat je gaat genieten met Marijke, dat je gaat genieten van je kinderen en je toekomstige kleinkind. En dat leidt tot het volgende, dames en heren, Rens Marijke, gelet op de maatschappelijke betekenis en uitstraling van activiteiten en werkzaamheden van de Rensselaer, met name op het gebied van cultuur, kan ik met gepaste trots berichten dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd
wensen hier dat bij koninklijk besluit van 13 april 2015 te bevorderen tot ridder in de orde. Ja, dat is echt kort.